het is gewoon een hoop vernield in de nacht van zaterdag op zondag. Rond 4 uur 's nachts kwam je zondagochtend vroeg aan. Het was een mooie dag. Het zou een mooie dag worden. Is het ook geweest qua weer. Dus ik was gelukkig vroeg. En ja, men is dan 1/2 uur aan het puinruimen geweest om de zooi op te ruimen. We hebben het eerst op Facebook gezet, zondag onherkenbaar. Dus de jongens vanaf de achterzijde en kijken of daar reactie op kwam. Ik heb ze tot maandag 11 uur de tijd gegeven om zich te melden. Om even een gesprek aan te gaan van joh, hoe gaan we dit oplossen. Dat is niet gebeurd. Dus in maandagmiddag om 1 uur, dus ik heb ze nog 2 uurtjes langere tijd gegeven ook. Heb ik gewoon de beelden online gezet. En volgens mij is het bericht onderhand 80.000 keer bekeken of gedeeld. Inmiddels weten we bijna zeker wie het zijn. Ik heb een anonieme tip gehad met namen. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Maar ik verwacht niet dat ik de schade vergoed krijg. Nee, ik ben ook jong geweest. Ik heb ook wel eens iets gedaan wat niet mocht. Ik heb ook zelf jongens in de puberteit. Ik weet best dat er wat gebeurt. Ik kom gewoon langs en we praten erover. En ik denk nogmaals dat het onder invloed van alcohol is gebeurd. En ja, misschien valt er wat op te lossen. En nogmaals, ik verwacht echt niet dat de jongens ook 1000 euro op zak hebben om de schade te vergoeden. Maar ik heb klusjes zat hier. Sowieso een partij onkruid schoffelen. Dat is heel ouderwets natuurlijk, maar het moet wel gebeuren. Er moet nog wat afgeschilderd worden, vegen, noem maar op. Ja. Ik wacht even de politie af. En vandaag en morgen qua media en Facebook. En mocht er dan nog geen reactie zijn, dan gaan de namen gewoon online.